Es ist bevor, das bedeutet, dass ein neuer Video von die Kerl war, geben Dumpski und Mori das ganze Looie. Ik heb iets heel stouts gedaan. Nou, dat valt wel mee. Ik heb eigenlijk niks stouts gedaan. Maar, ik heb wel iets anders gedaan. En dat was dat ik deze camera heb neergezet en aangezet. Want ik maak weer een video voor jullie. En deze gaat vandaag over Squad Girls. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die kijken en denken, hè, wat de fuck zijn Squad Girls? Nou, hier is leraar Kelvin om het jou even uit te leggen. Ga even lekker zitten, handjes over elkaar. De Squad Girls stamt uit de 19e eeuw. Daarin, wow, ik ren door je hand door wat mensen. Die vonden het leuk om met elkaar te zijn. En nou, hier gaan we samen. Nee, wat Squad Girls betekent. Kijk, dat als je een groepje mensen ziet, dat je zoiets hebt van Squad Girls. Ik weet niet precies hoe ik dit. Squad Girls. Ik weet niet precies hoe ik dit moet uitleggen. Ja, het is vrij duidelijk. Je ziet een groep mensen op een foto waarvan je denkt van, wow, dat die met elkaar op een foto staan. Ik zou ook wel zo squad willen zijn. En dan heb ik zoiets van ja, nee. Dit is gewoon een groepje vrienden. Dit is gewoon mijn ding, weet je. En jij hebt ook gewoon een groepje vrienden. En dat is net zo'n epische squad als die van mij. Maar om jullie toch even een beetje op je plek te zetten, heb ik vandaag 10 squad goals waarvan ik denk van oké, weet je, dat mag je echt squad goals noemen. De eerste squad goal is vrij voor de hand liggend. Het is een groepje mensen waarvan je als er tussen zou staan, dan zou je leven sowieso veel beter zijn. Ik heb het inderdaad over Patrick, SpongeBob, Sandy, meneer Kraft en Octo. Ja hoor. Jongens, begrijp even, oké? Stel dat jij als, weet ik veel, makreel tussen die squad had mogen staan en daartussen hebt mogen chillen. Life goals. Oké, squad goal nummer 2 is, er bestaat net 4 mensen. Nou, niet 4 mensen, laat ik het zo zeggen. Het zijn niet 4 mensen, het zijn eerder, inderdaad, 4 Teletubbies. Dixie, Po, Lala en Mohammed. Oh nee, dat klopt niet. Dipsy, Po, Lala, oh nee. I'm in love with the Po. Maar als ik je vraag, wil je de foto nog een keer zien? Dan zeg je natuurlijk nog een keer. Hier is je foto. Van de fictieve karakters gaan we naar de echte karakters. Nou, echt. Nee, een beetje plastische chirurgie, maar goed, is niet erg. Deze is voor die meisjes, oké, deze is voor die girls. Dit is ook zo, maar dan met eigenlijk de 2 meest epische vrouwen van de wereld. Ik heb het inderdaad over Beyoncé en Nicki Minaj. Nou, leuk. Hè? Lekker. Je hebt ook zeg, er is ook een algemene blik die zij hebben in deze foto, waarin je ook duidelijk spreekt van inderdaad, dit is mijn squad, bitch. En die bek gaat ongeveer zo. Ik probeer hem even. Het is gewoon echt een hele serieuze bek. Dat is gewoon. En maar even serieus zijn, Matties. Even onder ons. Als jij moest kiezen, zou je dan Beyoncé of Nicki Minaj. Squad nummer 4, ook wel of crew. Je kunt het ook crew noemen. Deze gaat recht in je face, oké? Dit zal onder menigeen goed veel nostalgie oproepen en dat vind ik fijn. Ik heb het inderdaad over Crystal, Khaled en Kathleen. Oh nee, wacht. Ik bedoel, Clover en nog Sam en die andere. Ik heb het inderdaad over The Totally Spies en Jerry is er niet bij. En weet je waarom Jerry er niet bij is? Ik vraag het niet aan mij. Ik ben met pensioen. I got you, bros. I got you. De volgende squad goal. Oké, ik ga gewoon door. Ik moet het even bij de tekenfilms houden. Tekenfilms blijven mijn ding. En deze, weet jullie sowieso, dit is ultiem. Dit is ultiem. Ik heb het inderdaad over Kjabam! Charizard. Bulbasaur. Nee, ik weet het niet eens meer. Kut. In ieder geval, alle uber geëvalueerde versies van Charizard, van dinges en dinges en dinges. Oké, de volgende squad goal gaat in. Het zijn echte mensen. Ik heb het inderdaad over deze foto. Dus kijk ze gewoon chillen in de keuken. Gewoon alsof het niks is. Gewoon alsof ze echt vrienden zijn. Kan toch niet? Jay-Z, JT, Nas, Timberlake. Alle 4 op een rij chillen in de keuken. Maar het mooie is dat ze volgens mij echt ziek hard geposeerd hebben. Maar goed, 1 ding is zeker, niemand kan zo hard chillen als deze 4 mannen bij elkaar. Ik zeg jullie respect. Moet dit nou, hè? Moet een fucking Quinnen Mitch gewoon altijd weer in die fucking foto. De volgende kennen we natuurlijk allemaal. Dit is een beetje een overvloed aan squad goal. Maar goed, weet je, ga lekker zitten, ga er klaar voor zitten. Het is inderdaad Ellen DeGeneres samen met Bradley Cooper en Chicky van Hunger Games en Brad Pitt en nog veel meer andere bekende mensen waarvan je allemaal denkt, wauw, ik zou achter met jullie willen chillen. Hoe kunnen zoveel coole mensen allemaal met elkaar chillen? Ja, ik weet het ook niet. Dus, weet je, sommige mensen zijn gewoon. Oké. Next level shit, Quinnen Mitchell. Next level foto, shit. De volgende squad goal vind ik oprecht lastig. Want dit is voor mij eigenlijk 2 mensen bij elkaar waarvan ik denk, oké, weet je, oké.
Is goed dat jullie chillen. Vind ik geen enkel probleem. Ik zou daar gewoon echt gewoon niet heel graag tussen willen staan of zo. Het gaat namelijk over deze foto. Inderdaad, het zijn weer Ellen DeGeneres en Justin Bieber en Kanye en Sam Smith. Kijk, het mooie aan deze foto is dat het is een soort van backstage-achtige foto. Dus je weet ook dat ze backstage gewoon gechilled hebben. Dit is backstage, dit is anders. Dit is gewoon alsof ze gaan chillen en dat ze gewoon een handje vasthouden. En gewoon zeggen tegen elkaar van, yo, hoe was je weekend? Scorpio. Oké, nee, goed. Beetje doe maar weer. Quinn en Mitchell. Kan gewoon. Je back in elke foto. Prima. En dan mijn favoriet, nummer 9. Dat is, weet je, het zijn drie mensen bij elkaar. Die zijn super famous. En als je ziet, dan denk je van, wow, dat zijn met elkaar chillen. Dat is ongelofelijk. Het zijn deze mannen. Ik heb geen flauw idee wie het zijn. Ik vind het oelewap, ik vind het sukkels. Toch, maar toch vind ik dit het ultieme squad goal. Maar goed, als je natuurlijk afvraagt, wie zijn deze mannen die zo doen? Dat zijn natuurlijk, Wouter. En Joost. En nog iemand. Ik heb geflauwd wie de fuck dat is. Oh ja, deze goed, weet je, dat zag ik echt niet aankomen. Jongens, we zijn aangekomen bij de laatste squad. Laatste crew, laatste tweetal mensen. Het zijn er twee over. Jullie hebben ze vast nog niet gezien in deze video. Ik denk het wel, Quinn en Mitchell. En Mitchell is dus mijn partner in crime. Dit zou kunnen mee zo. Je ziet de foto van z'n tweeën. Weet je, het is, als je er naar kijkt, voel je dan gewoon van, wauw man. Dit kan niet dat deze mensen elkaar in het echte leven gewoon kennen. Jawel. Vind je dat wel, man? En als je nog even één keer goed naar de foto kijkt, zie je ze daar met z'n tweeën staan. En dan bam! Woe, I got you! Zagen jullie niet aankomen, hè? Ik hoor gewoon bij die squad, zoals jullie hebben gezien, dat zijn Quinn en Mitchell. En jullie vragen natuurlijk af, wat voor crew is dat dan? Dat is de Vodafone You Snapchat crew. Klaar. Hoppakee. Duidelijk. En het leuke is dat ik altijd een opdracht mag bedenken voor Quinn en Mitchell op Snapchat. Inderdaad, het is fantastisch. Ik zal het jullie even uitleggen. Het is namelijk bij Vodafone You, een deal prepaid, elke vrijdag Fantastic Friday. En dat betekent dat ik elke vrijdag een opdracht ga bedenken voor Quinn en Mitchell. Ik ga die opdracht bedenken en aan ze toesturen via Snapchat. En dat betekent dat zij elke vrijdag die opdracht moeten gaan uitvoeren. En wil je nou zien hoe ze dat doen, dan is dat niet heel moeilijk. Dan kun je gewoon Vodafone NL volgen op Snapchat. Of je scant deze evenste code en dan kom jij zo op hun Snapchat. En dan kan jij zien hoe Quinn en Mitchell ervan afbrengen. Of niet dan, inderdaad. Dus om een lang verhaal kort te maken, volg mij op Snapchat om de opdracht te kunnen zien op vrijdag. En volg Vodafone NL op Snapchat om de opdracht te kunnen zien uitgevoerd te worden door Quinn en Mitchell elke vrijdag. Quinn en Mitchell, als jullie dit zien, heel veel succes. Doei. Oké, jongens, we zijn er weer. Het is dinsdag tussen 4 uur. Dat betekent dat de Kelvin, de man, de jonge man, een video heeft. En dat weten jullie allemaal, want jullie kijken ernaar. Yes! Je had wereldmysterie. Hoe oud was jij toen je 12 was? What the f... Heb je ooit getwijfeld?